Bob is meer voor iedereen. En iedereen kan het ook maken. En iedereen doet het ook. En die heeft er plezier in het schilderen gebracht. Hij kan natuurlijk heel goed schilderen. Hij heeft gewoon een kunstacademie gedaan. Maar Bob moet je zien voor het plezier in het leven. Hij brengt ook iedereen naar het schilderen ook. Iedereen gaat schilderen en dat is nou net wat Bob is. Bob is gewoon voor iedereen. Het is een makkelijk dingetje wat je in een uurtje kunt doen. Je moet een beetje schipperen. Mensen moeten het ook af kunnen krijgen. En voor iedereen, ook mensen die pure angst hebben om te schilderen, hebben ze toch alweer over een drempel heen geholpen. Dat ze toch weer een leuk schilderijtje hebben. Het mooiste is dat je het mes nu in de top, maar het mes moet je eigenlijk... Ik weet niet hoe ik het makkelijkst kan uit. Ik leg het even eerst hieruit. Ik leg hem zo plat mogelijk op met het houtje op het doek. En ik leg hem in de top. En ik leg hem zo breed mogelijk weg. Met weinig druk. Veel animo voor? Heel veel. Echt heel veel. Ik zit soms 3 keer op een dag zit ik een workshop te doen. En veel voor bedrijven. Banken en advocatenkantoren. Maar ook mensen die gewoon aan de kant van de weg werken. Gaan gewoon schilderen en ze zijn stil. Maar wel wit in de lucht houden. Nou zie ik allemaal wel strepen, maar die ga ik weer opheffen door weer kruislinks te maken. Dat het toch nog een beetje christelijk eruit ziet. Het maakt het je speciaal. Je bent eigenlijk bezig met het plezier, de joy. De joy of painting. Dat kan het niet genoeg benadrukken. Het is het plezier van het schilderen. Als je bezig bent, mensen zijn helemaal gaan op in het schilderen. Je kunt het ook een beetje zien als een soort therapie. Mensen zijn gewoon bezig met zichzelf. Schilderen. Ze vergeten zichzelf, ze vergeten alles.